Welkom bij deze webinar van Fulbright over studeren in Amerika. Ik ben Liz Hendricks. Ik heb met Fulbright in 2014-2015 aan Grand Valley State University gestudeerd in Michigan. Daar heb ik dus een tussenjaar gedaan en nog steeds kijk ik daar met ontzettend veel plezier op terug. Vandaar dat ik vandaag in deze capaciteit ook de voorlichting geef namens Fulbright. Na mijn jaar in de VS heb ik in Tilburg University College gestudeerd, vervolgd door een master bedrijfskunde en nog een master internationaal recht. En per september ben ik begonnen met werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dan even, wie zijn wij? Wie is de Fulbright Commission? Nou, wij zijn dus een stichting, de Fulbright Commission, en wij zijn een non-profit. Wij zijn opgericht 1940-1950, toen gingen de eerste bursalen ook echt nog per boot naar de VS toe. En eigenlijk zijn wij een centrum wat betreft kennis en advies voor alles wat te maken heeft met studeren in de VS. Van de toelating tot de beurzen, tot de enorme keuze en het aanbod wat de Amerikaanse universiteiten te bieden hebben. In 1972 is de organisatie dan echt opgericht bij verdrag. Dus aan de ene kant dus de Nederlandse en aan de andere kant de Amerikaanse overheid. En het doel hiervan was echt kennis en wederzijds begrip vergroten. En inmiddels hebben we in 2020 het 70-jarig jubileum gevierd van Fulbright. Dus dat is een hele mooie mijlpaal. Daarnaast bieden wij zelf ook beurzen aan. Dat is wel alleen voor masterniveau, dus dat is voor bachelor en tussenjaren nog niet heel relevant. Maar ik zal straks nog veel meer vertellen over de beurzen die daar wel relevant voor zijn. En tenslotte hebben wij het kenmerk dat we een Education USA adviescentrum zijn. We zijn daarmee ook de enige organisatie in Nederland die dit kenmerk draagt. En daarmee zijn we een soort van gecertificeerd dat we onafhankelijk en hoog kwalitatief advies bieden. Dus dat is ook mooi om te noemen. En daarbij hoort ook dat wij geen commissie krijgen van Amerikaanse universiteiten om daar studenten te plaatsen. Dus tot zover even in een notendop over de stichting Fulbright Commission. Dan gaan we door naar een vraag waar sommigen van jullie wellicht al over nagedacht hebben. Waarom zou ik naar Amerika willen? Waarom zou ik daar willen studeren? Nou, hier zie je al een mooi lijstje met mogelijke antwoorden op die vraag. En dan zullen we ze maar eventjes samen doorlopen. Te beginnen met een divers aanbod aan universiteiten en opleidingen. Zoals ik jullie straks nog zal laten zien, zijn er ongeveer 4000 Amerikaanse universiteiten. Dus het aanbod is enorm. En al deze universiteiten die bieden ook weer hun eigen opleidingen aan. Maar kenmerkend is dat het onderwijs in de VS ontzettend breed is. En dat daar dus heel veel keuzemogelijkheden zijn in welke kant je op zou willen. Daarnaast kan de kwaliteit van het onderwijs een overweging zijn. Deze verschilt ook wel natuurlijk tussen die 4000 universiteiten. Maar ook over het precieze onderwijssysteem zal ik straks nog wat meer vertellen. Maar een heel belangrijk argument is toch wel dat liberal arts systeem. En dat houdt eigenlijk in een notendop in dat je je studie heel flexibel inricht. Waar wij in Nederland snel specialistisch zijn, gaan ze in de VS veel meer de breedte in. Dus ze zijn heel erg gericht op het... De brede burger opvoeden, zeg maar. Dus wat daar ook bij komt kijken, is dat je heel veel vakken kan volgen en deze ook naast elkaar kan volgen. Dus waar wij in Nederland gewoon beginnen met een studie, geschiedenis, biologie, wat dan ook, dan duik je meteen de diepte in. Terwijl in de VS is dat veel breder. Dus dat biedt een mooie kans aan Nederlandse studenten als je daar gaat studeren, om dus ook echt te kijken wat je nou leuk vindt om te doen. Vooral voor een gap year is de keuze dan echt heel breed. Ook omdat je dus daar niet afstudeert. Tegelijkertijd, als je daar een volledige studie gaat doen, heb je nog steeds ontzettend veel ruimte om je eigen vakken te kiezen. Daarnaast dus dat liberal arts systeem, is het ook heel kenmerkend aan het Amerikaanse onderwijs dat ze ook focussen op het ontwikkelen van talenten naast die academische inhoud per se. Dus dat houdt ook in dat ze bijvoorbeeld focussen op debatten, presenteerskills, maar ook schrijven, echt vaardigheden die ze ook belangrijk vinden om jou dus tot die wereldse burger op te leiden. Daarnaast is het ook heel kenmerkend dat extra curriculaire activiteiten alom aanwezig zijn. Er is een ontzettend groot aanbod, zowel van muziek tot theater tot sport. Er zijn overal clubs voor, dus dat is ook echt deel van die hele Amerikaanse ervaring. En tenslotte natuurlijk een internationaal netwerk en ervaring, want het is een ontzettend waardevolle ervaring die in ieder geval voor mij nog mijn hele leven mee zal nemen. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke overweging. Nog een ander antwoord op waarom Amerika, het campusleven. Hier op het plaatje zie je een mooi voorbeeld van hoe zo'n campus eruit zou kunnen zien. De achtergrond waar ik zelf voor zit is de campus van Grand Valley State University, waar ik zelf gezeten heb.
En wat eigenlijk kenmerkend is aan zo'n campus, is dat het een soort van, nou, bijna een universiteitsdorp, kan je het wel noemen, is. Waar eigenlijk je hele leven plaatsvindt als student, als je daar studeert. Dus zoals je hier ziet, er is een enorm voetbalveld, alle sportfaciliteiten zijn daar. Je woont daar in dorms of in appartementjes. De universiteitsbibliotheek is daar. Je hebt er verschillende winkeltjes, je kunt er eten. Als ik even uit eigen ervaring spreek, mijn universiteit had 25.000 studenten. Daarbij kwamen ook ongeveer 10 restaurants, een enorm sportcentrum. Dus alles speelt zich af op die campus. En nog een paar andere dingen die belangrijk zijn om te noemen, is dat er ook altijd bijvoorbeeld een health center is. Er is altijd een disability office. Ze zijn daar heel erg mee bezig dat een beperking lichamelijk of mentaal je niet in de weg mag staan voor het studeren. Dus dat is daar ook altijd erg goed geregeld. Maar ook studiebegeleiding, mensen die naar je papers kijken. Dus je zit echt in een bubbel van studenten waar je studentenleven daar afspeelt. En dat is natuurlijk best wel heel anders dan het studeren hier in Nederland. Dan woon je meestal in de stad, op kamers, dat is een hele andere ervaring. Hier nog even een voorbeeldje van het campusleven en een indruk van hoe dat dan eventueel eruit zou kunnen zien. Dit zijn foto's van mijn eigen ervaring. Dus het is maar een voorbeeld, maar hier in het midden zie je waar ik woonde, in een soort appartementje op de campus. Wat ik met 3 andere huisgenootjes deelde. Andere foto's van barbecues, het Thanksgiving diner ben ik met een roommate mee naar huis gegaan. Dat was ook een ontzettend leuke ervaring. Spring break, trip naar Florida en noem het maar op. Dan krijg je een beetje een beeld van hoe zoiets eruit zou kunnen zien. Dan, dit is ook wel een belangrijk element om eventjes aandacht aan te besteden. Want het hoger onderwijs in de VS is nogal anders opgebouwd dan wij dat in Nederland kennen. Om te beginnen doen ze op de middelbare school niet een duidelijk eindexamen. Met ook als gevolg dat er niet echt een duidelijk verschil is tussen waar wij hier MBO, HBO of WO gaan doen. Dat verschil in de VS bestaat niet echt. In principe, als je dus bent afgestudeerd van de middelbare school, dan ga je oftewel naar een community college, oftewel undergraduate. Een undergraduate is eigenlijk een andere woord voor een bachelor. Dus dan begin je aan je bachelor. Daarnaast zie je nog een belangrijk verschil. Een undergraduate fase duurt daar altijd 4 jaar. In Nederland duurt natuurlijk een HBO-bachelor ook 4 jaar, maar een WO-bachelor 3 jaar. In de VS is dit dus altijd 4 jaar. Een ander verschil tussen community college en undergraduate is dat community college over het algemeen iets laagdrempeliger is. Dit is te vergelijken met een associate's degree in Nederland. Dus daar wordt meer de nadruk gelegd op studiebegeleiding. Vaak hebben community colleges ook niet zo'n duidelijke campus als universiteiten. Uiteindelijk kun je dan na community college 2 jaar wel doorstromen naar zo'n undergraduate, dat je dan het 3e en het 4e jaar doet. Dus na die 4 jaar undergraduate heb je in principe een bachelor diploma. Dan kun je doorstromen naar een graduate fase, dus dat is vergelijkbaar met een Nederlandse master. En eventueel in de verre toekomst dan nog een PhD. Dan zoomen we even in op de undergraduate fase, want die is natuurlijk voor jullie het meest relevant. Zoals ik zei, bestaat die uit 4 jaar. Freshman year, sophomore year, junior year en senior year. En de eerste 2 jaar, dat is het core curriculum. Dat is het grootste gedeelte eigenlijk van de hele opleiding. En dit is dus een gedeelte binnen je studie waar iedereen bepaalde vakken, verplichte vakken, volgt. In bepaalde categorieën, waaronder kunst, letteren en sociale natuurwetenschappen. Dus dit is eigenlijk nog steeds een heel breed blok aan vakken. Dat is ook weer wat ik net al zei, dat het dus heel erg gefocust is op het breed opleiden van de toekomstige afgestudeerden. Vervolgens, als iedereen dat core curriculum doorlopen heeft, dan ga je een focus kiezen, dus echt een studierichting. En dat is je major. Dat is dan waar je het meest op focust in je 3e en je 4e jaar. Dus zeg bijvoorbeeld, je kiest economie, natuurkunde, Spaans, noem het maar op. En vervolgens bestaat er dan nog een stukje naast die major, dat is je minor. Dat is dan weer het gebied waar je naast je focus ook nog wat vakken in volgt. En het leuke daaraan is dat je dus hier weer iets heel anders kan kiezen. Dus bijvoorbeeld als je major economie is, dat je zegt, goh, ik doe een minor in Spaans daarnaast. En dat is ook iets wat het Amerikaanse onderwijssysteem best wel uniek maakt. Om ook voorbeelden te geven, ik heb zelf bijvoorbeeld tourism management, maar ook politicologie, tot bedrijfskunde, tot hele diverse vakken gedaan. Er moet wel even bijgezegd worden, dat is wel iets anders of je nou voor een tussenjaar of een volledige bachelor aan de VS gaat. Want als je voor een volledige bachelor gaat, dan moet je uiteindelijk natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan dat core curriculum. Terwijl als je daar voor een tussenjaar in gaat, dan
maakt het in die zin niet uit, omdat je daar geen diploma haalt. Dus dan kun je echt gewoon kiezen welke vakken je leuk vindt. Oké, dan gaan we even door. Met een soort van concluderend stukje ook over de verschillen tussen het onderwijssysteem in de VS en het onderwijssysteem in Nederland. Het is wel goed om eventjes deze verschillen uit te lichten. En te beginnen met in de VS is selectie aan de poort, terwijl er in Nederland toegang is op basis van je diploma. Dan moet ik daar wel bij zeggen, in Nederland zijn er ook steeds meer studies die toch selectief zijn, die je niet zomaar meer toelaten op basis van je diploma. Maar in de VS heeft dus elke universiteit zijn eigen selectie en stelt daarmee ook zijn eigen eisen. Je kunt je voorstellen dat dat dus heel erg varieert binnen die 4000 universiteiten. Dan is nog een groot verschil. In de VS zullen ze vaak vragen, waar studeer je? Terwijl ze in Nederland veel eerder zullen vragen, wat studeer je precies? En dit heeft weer te maken met wat ik net heb verteld, dat specialistische onderwijs wat wij hier kennen. Het maakt niet zo heel veel uit of je nu economie in Rotterdam, in Amsterdam of in Maastricht studeert. Terwijl in Amerika die school spirit is zo sterk, er zit ook niveauverschil tussen, dat het veel belangrijker is waar je nu eigenlijk studeert. Dus dat is ook een hele andere blik eigenlijk erop. Dan, nou deze hebben we al vaak aangestipt. Algemeen vormend onderwijs in de VS tegenover specialistisch in Nederland. Je zult ervaren dat als je hier in Nederland aan je bachelor begint, dan duik je ook vrij snel het diepe in het eerste jaar. Dat is dus in de VS echt wel heel erg anders. Dan, het campus life tegenover verspreid door de stad. Als je Nederlands op kamers gaat, dan woon je waarschijnlijk ergens op een studentenkamer. Midden in het stadscentrum, je fietst naar de universiteit. En in Amerika is het dus echt allemaal één geheel wat zich op die campus afspeelt. En dat is wel een behoorlijk groot verschil. Dan tenslotte het minst leuke verschil. Namelijk, over het algemeen zijn de collegegelden in de VS hoog. Relatief gezien zijn de collegegelden in Nederland laag. En ik zal straks nog even wat meer vertellen over de financiën en ook weer de beurzen om eventueel dit bedrag wat te verminderen. Nou, jullie hebben het me al een aantal keer horen zeggen. Er zijn dus meer dan 4000 universiteiten in Amerika. En ik kan me voorstellen dat jullie je ook wel eens afvragen, hoe vind ik nou een goede universiteit die bij mij past? Dat ligt aan heel veel verschillende factoren. Het ligt ook net aan je wensen, waarbij een hele belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is, wil ik graag een tussenjaar doen? Wil ik een volledige bachelor doen? Of wil ik zelfs een associate degree doen? Daarnaast is het van belang om te kijken wat voor vakgebied, welke richting wil ik op? Is er een universiteit die heel veel vakken aanbiedt in een richting die ik heel erg interessant vind bijvoorbeeld? Daarnaast het type universiteit. Dit kan ook bijvoorbeeld de grootte zijn. Ambieer je om naar een enorme universiteit te gaan of vind je wat kleinschaliger? Spreekt dat je meer aan? Dat zijn ook gewoon een kwestie van persoonlijke voorkeuren natuurlijk. Daarnaast de praktische kant, de kosten en de beursmogelijkheden zijn natuurlijk altijd een overweging. En tenslotte de locatie. Het is natuurlijk een enorm land en heel gevarieerd landschap, cultuur, et cetera. Dus kortom, het is van heel veel factoren afhankelijk en het is ook net waar je eigen voorkeur naar uitgaat. Maar dit zijn in ieder geval factoren om mee te nemen in die zoektocht. Wat kost nu eigenlijk een bacheloropleiding? Dit is natuurlijk ook een belangrijk element om in overweging te nemen. En eigenlijk kunnen de kosten verdeeld worden in twee kostenposten. Ten eerste de kosten voor vertrek. En deze bestaan voornamelijk uit de TOEFL-test. Dat is een Engelse taaltest die iedere scholier moet afleggen voordat ze naar de VS gaan. Daarnaast de SAT en de ACT. Dit zijn algemeen vormende testen die ook alle Amerikaanse scholieren in principe moeten maken voordat ze zich aanmelden bij een Amerikaanse universiteit. Dus dit test dingen als simpele wiskundige sommetjes, schrijven, kritisch lezen, dat soort zaken. En tenslotte zijn er application fees, dus dit zijn gewoon de administratiekosten die je aan een Amerikaanse universiteit betaalt. Je visum, als je er ook echt heen gaat. Maar het allerbelangrijkste in deze categorie is echt tijd. Want het is gewoon een enorm proces om je aan te melden bij een Amerikaanse universiteit. En ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel makkelijker je het ook voor jezelf maakt als je hier de tijd voor neemt. We hanteren in principe 12 tot 18 maanden van tevoren. Dat is een ideaal tijdsbestek om te beginnen met oriënteren. En al met al komen de kosten voor vertrek dan uit op zo'n 800 tot 1200 Amerikaanse dollar. Maar de echte kostenpost komt natuurlijk pas tijdens je studie.
En dit zit ook iets anders in elkaar dan het collegegeld in Nederland. Dus dat is ook even goed om te benadrukken. In Amerika heb je namelijk het collegegeld. Kamer en maaltijden is één groot bedrag wat men daar tuition noemt. En in Nederland is dat natuurlijk wat verspreider. Maar maaltijden houdt ook in. Je krijgt daar vaak een meal plan, heet dat. En dan krijg je zelf bijvoorbeeld 14 maaltijden per week. Dus 2 maaltijden per dag. En dat is dan allemaal in die zin al vooraf betaald door dat bedrag wat tuition heet. Dan heb je kosten als boeken, je reiskosten, je moet natuurlijk een ticket daar naartoe betalen, verzekeringen en ook persoonlijke uitgaven die je natuurlijk zo gek kan maken als je zelf wil. En al met al komt dat uit op een bedrag tussen de 17.000 en de $70.000 per jaar. En jullie zullen je wellicht afvragen waarom die range zo ontzettend groot is in dat bedrag. En dat heeft eigenlijk te maken met die tuition, dus die combinatie van de eerste drie factoren. Die wisselt ontzettend per universiteit. Sommige universiteiten zijn ook deels gefinancierd door de staten. Dat zijn state universities. En die zijn over het algemeen ook goedkoper. Sommige universiteiten zijn gewoon ontzettend duur in hun tuition. Dus vandaar die grote range. Hoe financier ik een bachelorstudie dan? Eigenlijk zijn er verschillende mogelijkheden. Maar de grootste kans is wel een beurs vanuit de universiteit zelf. Er zijn namelijk externe beursfondsen, maar die zijn eigenlijk bijna nooit op bachelorniveau. Dat is vooral gericht op masterstudies of zelfs onderzoek daarna. Dus waar we ons even op focussen hier zijn vooral de beurzen vanuit de universiteit zelf. Daarin zijn eigenlijk ook weer 4 verschillende beurzen te onderscheiden. De eerste is een sportbeurs. Dit is echt een beurs die je krijgt omdat je op nationaal niveau sport en dan ook door de coach van de universiteit zelf uitgekozen wordt. Hierbij moet wel gezegd worden dat sportbeurzen over het algemeen alleen gegeven worden voor 4-jarige studies. Omdat het natuurlijk voor de universiteit niet heel aantrekkelijk is om te investeren in een student die daar een jaar komt als een soort tussenjaar. Dus dat wat betreft sportbeurzen. Dan gaan we door naar merit-based beurzen. Dit is gebaseerd op bijvoorbeeld je cijfers, oftewel je extracurriculaire activiteiten, je ontwikkeling. Dingen waarmee jij laat zien waarom je dit zou verdienen. Dus dat is echt merit-based. Daarnaast is het need-based. Dit houdt in op basis van financiële behoeften. Dus als je kunt aantonen dat je niet de financiële middelen hebt om voor de studie te kunnen betalen. En tenslotte culturele uitwisseling. Dit is ook eentje die veel voorkomt, bijvoorbeeld voor tussenjaren. Want voor een Amerikaanse universiteit is het heel interessant om internationale studenten op hun campus te hebben. Omdat dat natuurlijk ook hun eigen Amerikaanse studenten verrijkt. Ze komen in aanmerking met nieuwe culturen. Dus dit is iets waar veel beurzen ook gegeven worden. En tenslotte is het goed om te noemen, het is niet altijd of-of. Het kan ook een combinatie zijn van beurzen die gegeven wordt aan studenten. Een lening bij Duo, daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Dus dat is goed om dat even uit te zoeken. Dan ouders en familie is wellicht nog wel een mooie bron die hieraan kunnen bijdragen. En tenslotte een bijbaan op de campus. Maar hier zijn ook weer wat voorwaarden aan verbonden. Wat betreft het bepaald aantal uren. Dat zijn wat kritische dingen voor je visum. Dus denk daar ook wel eventjes over na. En als laatste staat er nog werken als RA. Dat is een resident assistant voor kosten en inwoning. Dan ben je een soort aanspreekpunt in jouw dorm of in jouw appartementencomplex. En in ruil daarvoor, voor dat werk wat je doet, krijg je aan kosten en inwoning. Dus dat is wellicht ook nog interessant om te overwegen. En dan tenslotte, op de website staat ook nog veel meer informatie over de financieringsmogelijkheden. Dat is dan www.fulbright.nl/advies. Nou, dan de vraag, hoe pak ik dit verder aan? Zoals ik net ook al zei, is het dus ontzettend belangrijk om echt op tijd te beginnen. En daarvoor hanteren wij ongeveer 18 tot 12 maanden voor vertrek echt toch wel beginnen met de oriëntatie tot een studie in de VS. En hiernaast is er dus ook advies vanuit ons mogelijk. Je kunt ons bellen. Er staat ontzettend veel informatie op de website. Er zijn webinars zoals deze, college fairs. Dus hou daarvoor even de agenda op de website in de gaten. En tenslotte is er ook een ontzettend rijk gevulde pagina met allerlei stappenplannen, met voorbeelden van brieven en dat soort zaken. Maar voordat jullie een kans hebben om naar de website te kijken, ga ik uiteraard nog even dit laten zien. Dit is een voorbeeld van de adviespagina. Dus daar staan echt
ontzettend veel nuttige bronnen, waaronder het toelatingsproces verder uitgelegd. Want dit is ook wel iets waar mensen altijd... Ja, het is gewoon een enorm omvangrijk proces en ook vaak heel anders dan in Nederland hier met de universiteiten. Daar staan ook veel dingen over de kosten en beursmogelijkheden, de planning van je aanmelding. Ook praktisch advies over alle zaken die komen kijken bij een aanmelding. Dus zowel de essays als de testen en ook templates om te downloaden, wat ook natuurlijk wel erg praktisch is. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval even op de website kijkt na deze webinar. Hier een voorbeeld van een stappenplan. Dus echt gewoon één voor één om het ook een beetje duidelijk te maken en wat behapbaarder te maken, zonder dat het iets is dat je verdwaalt in die 4000 universiteiten die er zijn. Maar dan nog eventjes een ander belangrijk punt, namelijk de mogelijkheden voor een tussenjaar in de VS. Want we hebben het nu dus af en toe gehad over een volledige bachelor, dat is zeker een mogelijkheid. Maar Fulbright biedt dus een specifiek programma aan voor een tussenjaar in de VS en dat heet het Campus Scholarship Program. En even voor duidelijkheid, ik heb zelf dus ook deelgenomen aan het Campus Scholarship Program. Want dit is echt het programma, je bent klaar met de middelbare school. Je gaat een tussenjaar doen in de VS. Daar stroom je gewoon in het eerste jaar tussen alle Amerikaanse studenten. Je woont ook echt op de campus. En vervolgens ga je na een jaar weer naar huis. En je begint dan ook in Nederland opnieuw aan je studie. Gewoon weer in het eerste jaar. Dus het Campus Scholarship Program is echt een jaar studeren op een Amerikaanse campus. Vaak met een studiebeurs van de universiteit. En dit gaat als volgt in werking. Fulbright heeft een bepaald aantal universiteiten waar ze studenten naartoe sturen voor het Campus Scholarship Program. Als je een indicatie wil van welke dat zijn, kan je even op de website kijken. Daar staat een lijst. Die verandert natuurlijk wel elk jaar, want er gaan wat universiteiten weg en dan komen er wat bij. Maar het mooie van dit programma is dat je na de selectie gegarandeerd geplaatst wordt op een universiteit. En dit gaat een beetje op basis van het gehele pakket. Dus zowel je motivatie, je wensen, wat zou je graag willen, wat zoek je, wat zijn je cijfers, eigenlijk het hele plaatje van jou. En op basis daarvan gaan we samen eigenlijk een universiteit dan zoeken. En het mooie aan zo'n tussenjaar is dat je dus echt de mogelijkheid hebt om zelf je vakkenpakket samen te stellen. Dus je kunt het of gebruiken om heel veel verschillende dingen te proberen, wellicht ook je studiekeuze in Nederland daarna makkelijker te maken. Maar je kan ook zeggen, ik weet eigenlijk al welke kant ik op ga, dus ik ga heel erg focussen op dat soort vakken en daar profijt van hebben. Dus je woont echt tijdens een tussenjaar op de campus met Amerikaanse studenten. Je stroomt gewoon in het eerste jaar en hebt dan vaak ook bijvoorbeeld Amerikaanse huisgenoten. En je kan deelnemen aan allerlei verschillende clubs en sociale activiteiten, want die zijn er echt enorm veel. Er is voor bijna elke activiteit wel een club. Denk aan breien tot wakeboarden. Je kunt het bijna allemaal doen daar. Het minimumbudget om mee te doen aan dit tussenjaarprogramma is momenteel $20.000. En over de beursmogelijkheden is het altijd lastig om iets in het algemeen te zeggen, want die verschillen heel erg per deelnemer en per universiteit. Maar wel belangrijk is dat met een beurs kunnen de kosten natuurlijk aanzienlijk lager uitvallen. En om jullie toch een beetje een indicatie te geven van hoe dat dan eruit kan zien. In 2021-2022 lagen ze tussen de $15.000 en de $50.000 de aanbiedingen. Dus dat is ook wat mensen daadwerkelijk betaald hebben. En de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld dus een vliegticket, visum, verzekeringen en vakanties lagen tussen de €3.000 en de €6.000. En nog even goed om te noemen, dit programma, je meldt je dus aan bij Fulbright en Fulbright zal ook de aanmelding bij de universiteiten op zich nemen. En hiervoor tellen we een kleine administratievergoeding voor deelname aan dit programma. En die tarieven kun je het beste even op de website bekijken. Dan gaan we nog even door naar de voorwaarden. Want om succesvol ook geplaatst te worden op zijn Amerikaanse universiteit, moet je natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. De meest belangrijke licht ik hier even uit. Voor de precieze voorwaarden is het ook altijd goed om nog eventjes op de website te kijken. Maar in ieder geval ben je of VWO of HAVO scholier en doet daar ook eindexamen in natuurlijk. Een diploma is ook een belangrijke voorwaarde. Je moet die toelatingstesten maken, dus dat is die TOEFL, die Engelse taaltest. En daarnaast nog de SAT of de ACT. Daarnaast is er een cijfergemiddelde, wat dan iets verschilt met HAVO of VWO. En je bent in eerste instantie niet van plan om langer dan een jaar in Amerika te studeren. Dus dit is wel echt een tussenjaar, wat ook bedoeld is dat je na een jaar weer teruggaat naar Nederland en hier weer verder gaat studeren. En natuurlijk niet onbelangrijk, je ouders moeten de eigen bijdrage kunnen betalen van die minimaal $20.000. Ten slotte,
is het heel belangrijk om te melden, want ik zag dat er ook een aantal mensen al in het examenjaar zitten. Er is nog één mogelijkheid om je aan te melden voor het Campus Scholarship Program. En dat is 14 januari 2022. Dit is ook echt de laatste deadline. En ja, dus denk daar nog even goed over na. Over het algemeen is het namelijk begin september en eind oktober. Dat zijn de vroege deadlines. Dat is over het algemeen wel iets fijner, want dan gun je jezelf ook wat meer tijd om het hele proces te doorlopen. Maar het kan dus nog wel voor de mensen die nu in het eindexamenjaar zitten. Maar ga dus wel op tijd eventjes contact opnemen en erover nadenken. Als je nu denkt, goh, ik zou het wel graag willen naar de VS, maar ik vind een jaar wat lang. Er zijn diverse zomerprogramma's. Je zou natuurlijk ook altijd kunnen overwegen om een taalreis te doen. Oftewel, er zijn ook steeds meer studies, Nederlandse studies, die een uitwisseling aanbieden. Dat is natuurlijk ook iets wat je zou kunnen overwegen, bijvoorbeeld tijdens je bachelor. Daarnaast, in de verre, verre toekomst, zou je natuurlijk kunnen overwegen om een master of een PhD zelfs te doen in de VS. Want daar biedt Fulbright zelf ook beurzen voor aan.